welkom. Dit is Adler TV met deze week een interview met Dennis van der Heijden over de dag na zijn debuut. Supporters fietsen voor ALS. Een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. En een profiel van Alex Scholten, trainer van de ADO-vrouwen. Maar eerst nog even nagenieten van die mooie goals tegen Excelsior. Meijers. Uplan, sneller en slimmer dan Bovenberg. Nog eens. Vrije doortocht. Nu een goed balletje. Oh, van de lijn gehaald. Maar daar is dan toch de goal van Kevin Jansen. Zijn vijfde van het seizoen en de openingstreffer in Excelsior ADO. En je mag het niet onverdiend noemen. Want ADO maakte het spel. ADO drong aan en ziet zich nu beloond met de voorsprong. Voor het laatste kwartier dus. Alles of niets. Een verdediger eraf. En van de Heijden naast Havenaar om nog de gelijkmaker af te dwingen. Daar is die gelijk van de Heijden. Oh, wat een invalbeurt! Geniaal! Zijn eerste balcontact. Dennis van der Heijden, 2-2. Dit is toch, ja, zelfs mooier dan een jongensboek, jongens. Kom op, dit kan helemaal niet. Een geniale goal. Havenaar. En daar ziet hij van der Heijden doorkomen. Dat gaat toch niet gebeuren? Het gaat wel gebeuren! Dennis van der Heijden met zijn tweede! Wat een sensatie op Woudestein! En die sensatie heet Dennis van der Heijden. Dit is ongelooflijk. Dit is een scenario voor de mooiste voetbalfilm die je kunt bedenken. Hoekschop. Duplan. Daar is Havenaar. Oh! 4-2 ADO. Bijna 24 uur na zijn debuut in het eerste elftal van ADO Den Haag en zijn twee prachtige goals betrad hij het Kyocera Stadion als speler van de eerste selectie. En kijkt hij terug op bijzondere uren. Dennis van der Heijden, wat is er allemaal gebeurd sinds de wedstrijd werd afgefloten gisteren? Alleen maar interviews na de wedstrijd en allemaal positieve reacties. Als je ook ziet hoe de jongens dat mij na de wedstrijd gunnen, dat moment, dat is alleen maar mooi. Heb je nog wel een beetje kunnen slapen vannacht of werd je gek van alle berichtjes van alles en iedereen? Nee, ik heb echt heel veel berichtjes gehad inderdaad, maar op een gegeven moment dan moet je even kappen met bekijken en reageren. En moet je natuurlijk gewoon weer gaan slapen, want vandaag weer op de training dus... Want je moest vanochtend ook nog gewoon op school verschijnen. Ja, vandaag was ook weer allemaal hectiek op school inderdaad. Maar het is allemaal heel hectisch inderdaad. Heb je op school nog echt les gehad of werden alleen de goals van jou gisteren bekeken? Nee, wat je zegt, ik was iets te laat alleen. Ik kwam 8:30 in de les en mijn docent zegt we gaan helemaal geen les voor. We gaan lekker jouw goals terugkijken. Dus alles leuk met al die jongens inderdaad. Die zijn allemaal trots op jou met zijn klasgenoot. Ja, zeker. Ze gingen zelfs klappen toen ik de klas in kwam. Dus dat is echt heel mooi. En ook van andere mensen, van familie, vrienden, veel reacties gehad? Ja, ik heb sowieso contact met al mijn familieleden. Ik ben binnenkort jaren, dus die komen allemaal gezellig een keer langs. En dan is het alleen maar leuk genieten, nog wat filmpjes terugkijken, denk ik. En heel mooi. Hoe vaak heb je hem zelf al teruggezien, vooral die eerste goal? Ja, nee, ik heb het heel wat keren teruggezien inderdaad. En ik kan het niet vaak genoeg terugzien. Het is heel mooi allemaal. Heb je wel zo'n soort goal gemaakt op zo'n belangrijk moment bij de jeugd? Nou, in de jeugd maak je wel eens wat goals, maar zo belangrijk in het stadion, in het betaalde voetbal, met al die grote jongens omheen, want voor mij zijn dat nog steeds grote jongens, ja, kon niet beter. Nu het volgende doel is om dit stadion natuurlijk te spelen, neem ik aan. Ja, klopt. Ik hoop echt nog wel wat vaker bij de selectie te komen en weer mijn minuten mogen te maken. En in dit stadion vol, dat lijkt me heel mooi inderdaad. Maar allemaal succes en laten we er een feestje van maken. Jacco, vertel eens, wat gaat hier gebeuren vandaag? We gaan in een heerlijk zonnig weertje gaan we fietsen naar Excelsior. Nee, we gaan fietsen voor het goede doel, voor ALS. Naar Excelsior met Bernd Onderman. Oké, en is dit de eerste keer dat zo'n fietscombi georganiseerd wordt? Ja, ik heb in Italië wel eens gezien dat ze met de scooter naar een uitwedstrijd gingen. Maar volgens mij is dit uniek in de wereld inderdaad. Dus wie weet nog een Guinness Book of Records prestatie. En voor welk goede doel gaan jullie fietsen? We gaan fietsen voor ALS, voor de ongeneeslijke spierziekte. Het is nog een vrij onbekende ziekte. En
ja, iedereen weet dat Pierre, of dat, hoe heet die, Fernando Rixen daar aan leidt. En ja, het is een ongeneeslijke ziekte, dus ja, moeten we wat voor doen, hè? Geld verzamelen. Hey, hoe lang is de route eigenlijk vandaag? Ah, hij is volgens mij 28 kilometer, maar ja, ik denk dat het wat zwaarder gaat aanvoelen met dit weer. Het is echt belachelijk, het is beroerd weer, ik ben blij dat er niet zoveel wind staat. En volgens mij is de opkomst ontzettend groot, hè? Ja, we zitten tegen de 100 man, bijna alle kaarten waren verkocht. Nou, met wat begeleiding erbij kom je er ruim boven, dus ja, het is fantastisch. Jacco, ongelooflijk, jullie hebben het gered. Ja, we hebben het gered. Maar we zijn het de helft, we moeten nog terug. Heeft iedereen het gehaald? Ja, er is er eentje die is bij BPCB overgestapt in de bus. Maar die was gewoon, geloof ik, vannacht een uurtje geslapen. Dus die was gewoon totaal los. Maar voor de rest iedereen meegegaan. Mooi, en hadden jullie nou wind mee of wind tegen heen? Nou, heen hadden we wind mee. Want dat bleek wel toen we hier het stukje terug moesten. Dat hebben we er straks dus echt tegen. En dan hebben we nou een beetje natte sneeuw erbij. Dus ja, dat wordt nog heel wat. Nou, topactie en blij dat jullie het allemaal gehaald hebben. Nou, zeker weten. We zijn heel blij om en het is allemaal voor het goede doel. Henk Vreese, hoe vaak ben je de afgelopen dagen aangesproken over de wissel van de Heide zondag? Nou, ik denk dat hij alle aandacht naar zich toe getrokken heeft. Want het viel eigenlijk best wel naar mij toe relatief wel mee. Maar wel meer dan normaal over je wissels, dat is duidelijk. Want deze pakte zo goed uit voor heel de ploeg. En dus ook voor mij. En ja, dat is alleen maar plezierig. Zeker als je kijkt naar toch ook weer het wedstrijdverloop. Heb je ooit wel zo'n soort gouden wissel gehad in je trainersloopbaan? Nee, niet zo extreem, moet ik eerlijk zeggen. Dus wat dat betreft kwam die ook op het juiste moment, als ik eerlijk moet zijn. Wat is nu de positie van Dennis van der Heijden binnen de selectie? Zit hij er bijvoorbeeld komend weekend weer bij? Nou ja, die kans is wel behoorlijk. Ik bedoel, oud, jong, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Als je goed traint... Ja, dan maak je altijd kans om bij die selectie te horen. Dat hij op basis van dat moment, hoe die ingevallen is, een klein voorsprongetje heeft nu. Dat kan ik me voorstellen dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Maar het blijft wel zo dat we nog een 10-11 wedstrijden hebben te gaan die heel belangrijk zijn. En daar moeten we gewoon, iedereen moet daar zich ondergeschikt maken. En vooral aan het team denken. En volgens mij gebeurt dat wel, hoor. Afgelopen 3 wedstrijden, 7 punten. Is het nou juist nu weer reden om wat omhoog te kijken op de ranglijst? Nou, ik moet zeggen, bij deze groep, en helaas blijft dat wel het geval, is het wel een feit dat wij vooral van wedstrijd tot wedstrijd moeten leven. Want we hebben nog steeds niet een aantal zaken kunnen doen die we heel graag willen. Nou, dus voor ons blijft het zaak om vooral... ons weer volledig te focussen op de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd, PEC Zwolle. Wat is dat voor ploeg? Moeilijk te bespelen? Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik vind PEC. En dat zie je ook, ze missen een aantal mensen tegenover Feyenoord. Of bij Feyenoord, de wedstrijd Feyenoord. Maar je merkt dat zij vaste patronen hebben. En dat zie je zelfs bij hun wedstrijden bij Jong Zwolle. Er zit wel een duidelijk idee achter. Feit is wel dat in tegenstelling tot de seizoenen hiervoor... dat PEC behoorlijk vanuit de reactie speelt. Daar hebben ze de kwaliteiten voor. Komen er heel snel uit. Hebben vaardige mannen op het middenveld. Hebben een uitstekend aanspeelpunt. Die ook nog gewoon relatief snel is. Dus wat dat betreft doet denk ik de trainer de speelwijze perfect afstellen op zijn spelers. Maar wij zullen heel erg alert moeten zijn op hun uitvallen. PEC heeft wel veel geblesseerden. Kan dat nog een voordeel van ADO zijn? Of hebben ze zo'n dermate brede selectie dat het niet heel veel uitmaakt? Ja, ze hebben voldoende kwaliteit om dat op te vangen. En het kan juist voor de jongens die nu moeten spelen heel motiverend zijn. Omdat zij hun kans krijgen en die willen pakken. Dus het hoeft niet altijd een voordeel te zijn. Maar we moeten ook van onze kant uitgaan van kansen. En het is een feit dat zij mensen missen. En wij moeten ervan uitgaan dat ons mogelijkheden geeft. Zuiverloon en Korte waren er niet bij tegen Excelsior. Hoe staat het nu met hun fysieke gesteldheid?
Korte die heeft vandaag meegetraind, dus dat ziet er wel goed uit. Zuiverloon, dat zal wel een twijfelgeval blijven. Het zal betekenen dat de verdediging waarschijnlijk weer hetzelfde eruit gaat zien. Dat zou heel goed kunnen. Ik ben Alex Scholten, ik ben 44 jaar. Ik loop vanaf mijn 8e bij ADO. Als je daar ADO rond. Ik ben momenteel co-trainer van het vrouwenteam. Ja, het mooiste vind ik om met mensen bezig te zijn. En dat maakt me dan op zich niet zo heel veel uit op welk niveau. Wanneer gemotiveerde kinderen, mannen en vrouwen aan de slag gaan, dan wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Je probeert ze iets bij te brengen, je probeert ze te laten spelen naar hoe jij denkt dat het spel beleefd moet worden. En dan probeer je een bepaalde lijn in uit te zetten. En didactisch te komen tot hetgene wat je wil zien. Aan de ene kant natuurlijk is het vrouwen trainen is anders, want vrouwen zijn anders dan mannen. Maar voetbalinhoudelijk is het natuurlijk niet anders. Hè. Het veld is even groot, de bal is even zwaar. We spelen gewoon 11 tegen 11 en we hebben een even groot doel. Dus inhoudelijk kun je daar natuurlijk wel gewoon een kopietje van maken. Ja, vrouwen zijn andere wezens, zijn meer geneigd om dingen samen te doen. Dat heeft een voordeel. Ja, als je het positiespel wil verbeteren, dan zit dat wat meer natuurlijk in ze. Heeft ook een nadeel, want voor de goal gaan ze meer 3 keer overspelen voordat ze minder kruising juist. Wat ik niet goed vind, dat zeg ik gewoon. Dat zeg ik op een onvervalste Haagse manier. En ja, ik hoor niet vaak klachten dat ze daar niet mee om kunnen gaan. Recht is recht en krom is krom. En zo gaan we het doen. Maar de voldoening zit vooral op de mensenkant. Kijk, ik ben hartstikke blij dat we hier bij ADO Den Haag in staat zijn om meiden ook hun voetbaldroom te laten beleven. Het is heel vreemd nog hoor. Er zijn maar 7 BVO's die daaraan mee willen werken of mee kunnen werken. En dat zit helemaal in het verhaal van meiden kunnen bij een BVO spelen. Die kunnen 7 keer in de week met voetbal bezig zijn. We zouden graag hebben dat we dat nog meer kunnen doen. Daar zit vooral mijn drijfveer in. En die zit niet vooral in de perfect uitgevoerde counter of de perfect uitgevoerde aanvalsopzet. Dat is leuk, dat vind ik fijn, maar ik vind het vooral fijn en goed om te zien dat er 40, 50 meiden aan hun voetbaldroom kunnen laten werken. En dat is natuurlijk pas 8, 9 jaar mogelijk. En dit was ADO TV voor deze week. Vrijdagavond om 8 uur ontvangt ADO Den Haag PEC Zwolle in het Kyocera Stadion. Kaarten voor deze wedstrijd zijn te koop via www.adodenhaag.nl/kaartverkoop. En we sluiten weer af met 5 mooie goals. Thuisgemaakt in het verleden tegen de Zwollenaren. Tot volgende week. Meijers. Goeie bal op Van Duinen. Toornstra. En dan is het wel 1-1. Jens Toornstra. En Bezwa. Meijers. Alberg. Ah, lekker die goal zeg! Van die Alberg die toch al goed is hoor, de laatste tijd. Christensen. Alberg. Alberg gaat schieten. Ja. En dan zit hij erin. Via de voet van, ik dacht drama. Gaat hij omhoog. En zit hij erin. En dat biedt mogelijkheden omdat de ploeg op 2 in gedachten hing, kennelijk in de uitvoering. Nu komt deze kans eruit voor Eduardo. En is het raak. En is het 2-0. Grip op de wedstrijd was groot voor ADO. Hier Kramer. Weer Kramer. Ja, oh, Kramer. Als je hem toch niet hebt, dan moet je zorgen dat hij er gauw is. Tegen NAC goed. Tegen PEC goed. Dit is weer...